En tot slot kijken we nog even vooruit naar morgen. Dan is het de grote dag waarop we naar de stembus mogen voor de Europese verkiezingen. Voor veel mensen klinkt dat niet echt als muziek in de oren en deze verkiezingen hebben doorgaans ook het laagste opkomstcijfer. Om toch te proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembus te lokken, gaat het stemmen in Balgooi gepaard met een bezoek aan een bijzondere expositie. De expositie bestaat uit spulletjes die verdeeld liggen over een biljarttafel. Onder andere prentjes, foto's en teksten zijn te bewonderen. In Balgooi wordt er altijd gekozen voor een thema wat dit jaar de dijkdoorbraak van 1925 en de watersnood van 1926 is. Het stemlokaal is hier links van mij en mensen komen hier gewoon langs en vinden het fantastisch dat ze even op weg naar het stemlokaal kunnen snuffelen door oude spulletjes uit Balgooi. De opkomst in Balgooi is altijd redelijk hoog, waardoor het een soort van win-win situatie was om een expositie bij het stembureau te houden. Mensen die afkomen op de expositie zijn eerder geneigd om te gaan stemmen en mensen die afkomen op het stemmen raken nieuwsgierig door de expositie, waardoor dit voor meer bezoekers zorgt. We hebben altijd drie soorten van media. We hebben dus onze biljartexpo. Dat zijn de kranten en de knipsels en de foto's die uit het archief komen van de Heemkundekring. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat zijn gewoon bakken op tafel leggen en mensen gaan snuffelen. Ook wordt benadrukt het thema extra aandacht te willen geven. Dit wordt gedaan door middel van een paar expoborden met daarop details van het betreffende thema. Er loopt non-stop een PowerPoint in de ruimte, omdat hier gelukkig ook faciliteiten voor zijn. En de rest is eigenlijk veel praten en weer terugkijken wat er allemaal te vinden is. En dat kost ook tijd, maar het is gewoon ook gezellig.